Het is vanavond dinsdagavond 14 april hier op Sportpark Muldersingel. Jong Oranje onder de 17 tegen Jong Oranje Zwitserland ook onder de 17. Dit allemaal richting de EK. Het Nederlands elftal onder de 17 bevindt zich in de slotfase wat betreft de selectie voor het team wat in Bulgarije dus de Nederlandse eer zal gaan verdedigen. De beelden zijn vanavond van Henk Tabwa en ik zou zeggen geniet u mee. Ja, eerste helft voor de neutraal toeschouwer was het geen wedstrijd om op de punt van de stoel te gaan zitten vanavond. Nee, eerste helft kwamen we wat moeilijk doorheen. Er waren wel wat mogelijkheden, wat kansen. Maar de tweede helft werd het wat opener, werden ook de ruimtes wat groter. En dan zie je dat zo'n wedstrijd wat meer heen en weer gaat inderdaad. Even terugkomen op die eerste helft. Op een gegeven moment Oranje in de aanval. Dan mis ik eigenlijk een beetje de slimmigheid en de avontuurlijkheid van de jonge spelers om in de kluit dan uit elkaar te stuiven en dan die ploeg in verwarring te brengen in die 16. Ja, je ziet gewoon dat in zo'n eerste helft beide ploegen gewoon goed georganiseerd zijn. Dan zijn de ruimtes gewoon klein. Dus dan is het ook lastig om daar doorheen te voetballen. Ik vond dat we een aantal momenten best aardig deden. Alleen vaak in de eindfase hadden we moeite om tot echte kansen te komen. En nou, dat hebben we ook in de rust besproken. Mooi, hè? Ja, dat is toch wel niet eens, hè? Zwitserland is er gewisseld. Uit het veld gegaan is nummer 7. Voor sommige jongens ook gewoon zichzelf laten zien en een plekje proberen af te dwingen in de groep van 18 die we uiteindelijk mee gaan nemen naar Bulgarije. Nou, er zijn een aantal jongens die hebben vandaag gewoon zich fantastisch gepresenteerd.
En daarbij willen we ook gewoon dit soort wedstrijden graag winnen. En je ziet dat we dat bij Vlagen met van het heel goed voetbal doen. Maar op het einde komt het ook aan op gewoon, gewoon zorgen dat je die wedstrijd over de streep trekt. Dat hoort ook gewoon bij topvoetbal. Ja, op een gegeven moment de eindpaas wordt dan iets te ver voor de spitsen gespeeld. Naar de aanloop naar donderdagavond, wat heb je geleerd van deze wedstrijd? Ja, je zei het al, je gaat ook weer een hele andere groep het veld in aanstaande donderdag. Ja, andere jongens gaan speeltijd krijgen. Dat is ook weer leuk om te zien hoe dat gaat lopen. Je kan in ieder geval zien dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Ik vond wel dat we eigenlijk de hele wedstrijd wel controle gehad hebben en beter geweest zijn. Dus dat is ook goed om te zien. We willen graag op het EK meedoen met de beste landen. Nou ja, dan zie je gewoon dat we een goede groep hebben. Ja. Doelpuntenmaker Dani de Wit. Ja, Dani, omschrijf me eens eventjes. Ja, het was een aardige goal. Mien Peters, die ging er eigenlijk langs, maakte een mooie actie. Hij passeerde een aantal man. En toen kwam hij een beetje in de kluts, tikte hij nog net aan opzij naar mij. En ja, ik bedacht me geen moment en ik haalde hem gewoon voluit met links. En ja, hij zat er lekker in. Ja, strak in de kruising, Dani. Ja, zat er heerlijk in. Zo maak ik ze niet vaak, hoor. Maar het is een mooi moment. Ja, goed, even over de wedstrijd. Ik zag je na zo'n kwartier, 20 minuten toch een beetje verbaal tekeer gaan. Je was het niet eens met de gang van zaken of waar stoorde jij je eigenlijk aan? Ja, het was erg onrustig in ons team. We hadden heel veel ruimte achterin en op het middenveld. Dus ja, ik vond dat we veel rustiger die bal naar elkaar moesten inspelen. En dan kan je veel meer vooruit en we creëren eigenlijk hartstikke veel. We speelden hartstikke goed. Maar het moest even wat rustiger in het team. Dat probeer ik wel duidelijk te maken aan sommige jongens. En uiteindelijk een prima pot gespeeld. Ja, ik miste eigenlijk een beetje het verrassingseffect vanuit die tweede lijn. Ja, klopt. Maar Zwitserland die stond ook ver achteruit. Dus het was lastig om er doorheen te komen. Uiteindelijk, zij moeten ook wat. Zij willen ook winnen. Dus ze moeten dan iets vooruit, waardoor je makkelijker die eindpas kan geven. Dat is ook benadrukt in de rust. Ja, en uiteindelijk ging het goed. Ja, ik zei ook al tegen jullie trainer, jullie beginnen onveranderd aan de tweede helft. En dat gaat dan toch wat beter. Ja, de trainer zei het ook. We moesten gewoon op dezelfde manier doorgaan. En dat deden we ook. Ja, en uiteindelijk komt zo'n goal wel. Want je speelt dus gewoon helemaal weg natuurlijk. Ja, je was eigenlijk ook nog wel heel dicht bij die tweede. Ja, dat is zonde. Maar ja, je kan niet alles hebben. Ja. Bedankt voor uw support. Dit was de eerste wedstrijd van een gemeenschappelijke tweeluik met Zwitserland.